zeg eens ah. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens ah, zeg eens ah. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schild of andere kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens ah, zeg eens ah. Heb ik suiker of is het kaak? En waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens ah, zeg eens ah. Zeggen ze, wat er niet gejat wordt in de winkels, niet te filmen. Het lijkt af en toe in de supermarkt de Nederlandse bank wel met al die bewaking. Ja, ja, ik liep laatst door de warenhuis en toen dacht ik toch echt even dat ze bezig waren met bananensplit. Ja, overal televisiecamera's. Nou, bij ons om de hoek in die winkel, daar hebben ze er nog wat op gevonden. Daar hebben ze een bordje in de etalage gezet. Bij diefstal bellen we na de ambulance meteen de politie. Nou, mevrouw Dobbes, ik kom eens eventjes kijken. Wat vindt u nou de leukste combinatie? Ja, nou, ik vind ze allemaal wel leuk, hoor. Waar heb u die gejat? Dat zeg ik niet. Maar zeg nou eventjes, welke moeten we nou nemen? Nou, ja, ik vind het wel moeilijk, hoor. Nee, ik moet kiezen, want ik heb ze op zicht. Maar zijn die broeken niet een beetje groot voor u? Voor mij? Maar het is ook helemaal niet voor mij. Het is voor dokter Landsberg. Dit is een golfoutfit. Oh, maar dan heb ik een goede oplossing. Nou, vertel. Laat hem zelf kiezen. Ah, dat kan niet. Ach nee, dokter Landsberg, dat is zo'n typische weegschaal, die kan gewoon niet kiezen. Oh, lijkt me dat lastig. Duur vooral. Duur? Ja, want als die moet kiezen, dan koopt hij het gewoon allebei. Ah, dan heb u zich met u met één keuze beperkt, hè? Voor zover ik weet wel, ja. Maar ja, ik heb het hem dan ook makkelijk gemaakt. Ik heb hem gekozen. Ah, ja. Hoe lang is het nou al geleden? Dat wil ik even niet weten, mevrouw Dobbelsteen. 10 jaar? Ja, ik versta u niet. Het is ons niet aan te zien. Nee, ja. U bent minder dood dan dacht. Nou, zonder gekheid. Dus eventjes opletten. Want als we nou eens dat polootje zo bij die broek doen. Ja. Nee? Zo. Dat ja, maar dan moet die pet erbij. Zo. Oh, hallo, ja. Hallo, iemand John gezien? Nee, heb ik nog niet gezien. Heeft hij gebeld? Nou. Nee, tante Liddy, dat meen je toch niet? Wat? Nou, dat vind ik een in- en in burgerlijke combinatie. Burgerlijk? Nou ja, sommige mensen zijn nog eenmaal burgerlijk, neem me niet aan. Nee, zo bedoelde ik het niet. Nee, ik vind keurig niks op aan te merken. Maar ik vind oma Hans is al zo'n keurige oude zak. Zeg eens! Nee, ah, tante, je begrijpt best wat ik bedoel. Ik bedoel, kijk, picobello, niks op aan te merken. Maar oma Hans zou er wat mij betreft nou wat, ja, wat avontuurlijker bij mogen lopen. Dan dacht ik meer, kijk, dat is, ja. Hallo. Hallo, dokter. Hé, dat hebben we oma Jup zelf. Nee, niks die Juppe. Golf is een volle sport geworden. Net als tennis. Ja, in mijn tijd mocht je alleen maar gaan tennissen als je tamassen zei. Een volle voor zet u? Ja. Nou, dan is het misschien wel wat voor mijn koos, hè? Nou, waarom niet? Wat kost dan nog zo'n zak met van die stokjes? Nou, dit kost zo'n 2.500 gulden. 2.500 gulden? Ja. Oh, dat is voor niks. Ik ga meteen zo'n zak halen. Nee, je kan natuurlijk ook met een paar stokken beginnen. Je hoeft niet alles in één keer te kopen, hè? Ik bedoel, je kan het langzaam opbouwen. Ja, dat is wat voor Koos. Die heeft jaren in de bouw gezeten. En wat heb je daar, oma Hans? Is dat je scorebord? Het scorebord? Nee. Dit is een cadeautje van een dankbare patiënt. Oh jee, de zolder wordt wel een beetje vol zo langzamerhand. Nou, ik geloof niet dat dit iets voor de zolder is. Het is namelijk bijzonder aardig. Oh. Kijk. Hé, hey, schatje, ik heb kaartjes voor zaterdagavond. Ben ik te wauw of ben ik dat niet? Veel te wauw. Ik heb ze zelf ook. Hé, verdorie. Denk ik dat ik je een keer kan verrassen, zeg. Dacht ik ook. Gaan jullie mee zaterdagavond? Waar naartoe zaterdagavond? Joep van het Hek. We hebben kaartjes over. Oh, fantastisch. Ja, hè? Het is... Hé, oma Hans, wat heb je daar? Ja, is in jouw ogen natuurlijk een beetje ouderwets, maar... Ouderwets? Ja, ik persoonlijk vind het wel aardig, hoor. Ik vind het prachtig. Ik ook. Ja, schitterend.
Ja, ik hou ook niet zo van dat abstracte gedoe, hoor. Ik hou echt meer, nou ja, van dit, hè. Hé, hey, man, oma Hans, weet je wel wat dat is? Ja, het is een cadeautje van een dankbare patiënt. Ja, dat mag je wel zeggen, zeg. Dat is dan wel een hele dankbare patiënt. Nou, en terecht, want ik heb hem er letterlijk doorgesleept. Ja, het was kantje boord. Zeg, maar vertel nou eens, je doet zo serieus. Nou, als dit is wat ik denk dat het is, dan is het niet mis als het echt is. Maar wat is het dan? Een jong kind. Een jong kind? Doe niet zo gek. Wie geeft er nou een jong kind cadeau? Ja, weet ik veel. Is het wat waard dan? Wat waard? Johnny, niet zo gek. Die man was een gewone ziekenfondspatiënt. Oh, oma Hans, het is wel weer jammer dat jij zoiets krijgt, hè? Waarom? Omdat je er de ballen verstand van hebt. De ballen verstand? Nou, nou. Oma Hans, je staat daar denk ik met een kleine 800.000 gulden in je handen. Wat zeg je? Ach, dat is natuurlijk niet zo. Ach, wel nee, je moet je vergissen. Ja, ik kan me vergissen, maar ja, het staat er wel op. Ja, hij kan vals zijn. Maar natuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk! Ja, maar kijk, vervalsingen van deze kwaliteit, die maak je om te verkopen. En oma Hans heeft het gekregen. Oh jee. Nou, als het echt is, dan hebben we een probleem. Oh, wat zou ik graag zo'n probleem hebben. Nou ja, zou ik het nooit krijgen. Mijn probleem is opschieten. Goedenavond verder. Ja, daar. Doei. 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 Dag. Laten we er even rustig bij gaan zitten, jongens. Ja. Ja, dankjewel. Zal ik alvast een kist champagne gaan kopen? Nou, geen geintjes, John. Ik bedoel, Lydie heeft gelijk. Hè? We hebben hier een probleem. Als het inderdaad echt is, kunnen we het niet aannemen. Want dan wist die man natuurlijk niet wat hij weggaf. Nee, was hij vrijgezel? Wat heeft dat er nou mee te maken? Dat hij het niet voor zijn kinderen hoefde te bewaren, bijvoorbeeld. Het was inderdaad een vrijgezel. Een bijzonder aardige, een bescheiden man. Nou, als hij wist wat hij weggaf, dan is het wel een heel aardige man. Ha! Ik ga Van Vliet bellen. Dat is een leraar van de academie, die weet alles van jong kind. Ach, Tonne. Oh, wat spannend. Het is niet te geloven, hè? Ja. Nou, als het inderdaad zoveel geld waard blijkt te zijn, hè, wat doen jullie dan? Hoe bedoel je? Nou, ophangen of verkopen. Binnen, mevrouw Dobbelsteen. Treed binnen. Glaasje sherry? Oh, nee hoor, dan sta ik meteen in mijn kop. Nee, Annie en Joop, ik kom mee eten. Hier zijn uw hemden. Oh, wat schitterend. Heel hartelijk dank. Graag gedaan hoor. Oh, zo enig zeg, ze hebben hiernaast een jong kind. Ach, wat aardig. Familie? Nee, gekregen van de patiënt. Oh, adoptie. Adoptie? Nee, nee, het is een schilderij. Oh. Een jong kind, moet ik zeggen. Wat een vergissing, zeg. Ja, maar toch geen echte, zeker? Nou, waarschijnlijk wel, zegt wie. Allemachtig. Een echte jong kind? Van een patiënt was het Rijksmuseum ziek. Oh, geen grapje zo, want zo'n ding is wel 8 ton waard of zo. Ja, als die echt is, zeker. Ja, op zijn minst. Zie je wel, ik had de raad van mijn brave ouders moeten opvolgen en medicijnen gaan studeren. Oh, dames, ze krijgen ook een heleboel rotzooi hoor. De hele zolder staat vol. Ja? Had u wel eens van zo'n jong kind gehoord? Ja, absoluut, zeker. Ja, ja, ik heb hier wat boeken over schilders. Oh, en dit is over jong kind. Er staan ook afbeeldingen in. Hier, oh, kijk maar zo. Dit is hem. Oh, wat een mooie ding allemaal. Ja, hè? Dit is hem. Oh, wat een kulst, hè? Ja, dit is hem. Hè? Dat is hem? Nee, toch? Nou, ik zou het zweren, eerlijk waar. Dat... Ja, privébezit. Het is mogelijk. Ja, het is hem echt. Oh, je moet zo meteen eventjes daar hiernaast gaan ermee. Dat vinden ze enig. Ja, ja, ja. Een echte jong kind, zeg. Zoiets zal mij nog nooit overkomen. Nee, mij ook niet, hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar goed, wij weten allen waar de duivel altijd zijn behoefte pleegt te doen, nietwaar? Oh, u bedoelt, de duivel schijnt altijd op de grote hoop? Ja, zo kun je het ook zeggen. Gelukkig kan ik de zon in het water zien schijnen, hoor. Ja, ja, ja. Benedenswaardige karaktereigenschap, mevrouw Dobbelsteen. En zo hebt u er meer. Nou, ik ga even opschieten, want anders is de supermarkt dicht. U moet die overhemding wel eventjes in de kast leggen, hè? Want anders komt de stof op. Tot uw orders. Ah, ruik eens weer lekker frissen. Ja, ik heb ze even lekker buiten gehangen in het zonnetje. Dit kan nou weer, hè? Ja, 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 het wordt weer lente. Oeh, ik voel het aan alles, hè? Ja, dat doet mij denken aan een grapje. Heeft u nog heel even... Nou, heel even dan, hoor. Toch een glaasje sherry? Nee, alleen het grapje. Een Belg.
En Belg? Doet een talencursus Engels. Ja. Als hij denkt dat hij de taal voldoende beheerst, reist hij af naar Albion. Naar waar naartoe? Naar Engeland. In Londen komt hij een Bobby tegen. U weet wel, zo'n politieagent. Meester Cole. Ja, ja. En hij zegt, good afternoon. Nice weather. Waarop de Bobby zegt, yes sir, spring is in the air. Waarop de Belg zegt, why should I? Spring is in the air. Begrijp je niet? Nee. Spring is in de lucht. Als maar van spring. Hij vertaalde het oh. letterlijk. Ja, over spring. Daarom zei hij, waarom zou ik? Hij weet niet of hij springt, ik begrijp het. Yes, 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 ik begrijp het. Ja. Springtime, that happy little ring. Time when birds do sing, hey dinga dinga ding, hey dinga dinga ding, hey dinga dinga ding. Sweet lovers love the spring. Shakespeare, mevrouw Dobbelsteen, the bard of Stratford upon Avon. Yes. Ding-a-ding-a-ding, sweet lovers love the spring. Rot! Rot! Niet aan tafel, Kools. Ja, ook altijd. Nou, waar was ik nou? Dat je zo vreselijk hebt gelachen met die buis. Iets over een Engelsman. Ja, nou, moet je horen, hè? Moet je horen. Spreek jij Engels, Jopie? Ik? Hij, zijn tweede taal. Hè? Zijn tweede taal? Ik dacht dat Nederlands zijn tweede taal was. Zijn eerste taal is toch plat Amsterdams? Ja, hey, laat het nou vertellen. Ja, kom op, Mien. Wij willen ook wel eens lachen om die buis en niet om Koos Dobbelsteen. Nou, moet je horen, hè? Er is een Belg, hè? En die heeft zo'n platencursus Engels gedaan, hè? En, nou, dan wil hij wel eens weten of je nou zo langzamerhand kent, hè? Dan gaat hij naar Albion, hè? Dat is Engeland. Niet doen, niet doen. Dan gaat hij naar Albion, dat is Engeland, hè? En, dan komt hij daar een politieagent tegen, hè? En, dan zegt hij, good afternoon, sir. Springen ze in the air? Zegt die politieagent. Why should I? Verstaan jullie hem niet? Ja, ik versta het heel goed. Ja, nou, dan... ik ook, maar ik vind er geen giller op. Spring is lente. Ja, dat weet ik ook. Nou, zegt die Belg tegen die politieagent, zegt hij, spring eens in die air. Ja. Ja. Zegt die politieagent, why should I? Waarom zou ik? Maar waarom zegt hij dat dan? Ah, jullie zitten met de belazer in. Nou, dat vind ik flauw, hoor. Dan kan je de geintje wel de grond in boren, hè? Nee, maar wacht nou eens, Mientje. Het zit zo, hè? Nou, moet je horen. Die bellen zegt tegen de politieagent. Ja? Springen zie je niet, hè? Als je nou springen niet vertaalt, maar gewoon laat het is, dan is het springen. Ja, maar hoe weet die Engelse agent dat nou? Wat? Dat spring in het Nederlands spring is. Ja. Daar gaat het juist om, aardappel. Ja, daar gaat het zeker om. Kijk, die Engelse agent die weet niet dat spring is. Dus kan hij ook niet zeggen, why should I? Jij kan gewoon geen mop vertellen. Nou, moe. Ik kan geen mop vertellen. Weet je wat er met jou is? Je hebt geen gevoel voor humor. Maar dit is helemaal geen humor. Nee. Ach, zaar ik niet aan. Zeg jij nou eens wat, hè? Ik kijk wel uit. Ah. Nee, wacht even. Ik weet hoe het zit. Ja, ik weet ook hoe het zit. Die oude rotmop heeft zo'n baard. Nou, oude rotmop, wat nou? Ja, die baard die heb je aardig in de war gemaakt, zoals gewoon trouwens. Nou, hoor je er nou weer aan, hè? Jezus, verdikke me. Ja, meneer Buis heeft het verkeerd verteld. Nee, jij hebt het verkeerd verteld. Kijk, het is net andersom. Die Belg die moet eerst zeggen, nice weather. En dan zegt die Engelse agent, springen ze in die air. En dan zegt die Belg, oei, waarom zou ik? Ah! Leuk is ie! Ja, dat vind ik nou spijkers op laag waterzoek, hoor. Wacht even, dan draai ik het land af, want die schittert in dat schilderij. Nee, ja, zo glimt het niet meer, zo is goed. En dan zal ik hem iets naar voren zetten, weet je niet? Ja, voorzichtig. Voorzichtig. Ach, het kan toch helemaal niet? Ach, dit is onzin, dat kan gewoon niet. Nou, ik ken een verhaal van iemand die een paar plankjes kocht in Londen met een touwtje bijeengebonden. Bleek toch een echte Rembrandt te zijn.
En ik ken een verhaal van een aantal Rembrandts die in diverse musea in de wereld hangen die niet van Rembrandt blijken te zijn. Hey, hoi. Goed dat je meteen komt, man. Logisch. Voor een jong kind mag je mij midden in de nacht wakker maken. Hallo. Hallo. Dag. Dag. André nog niet. Dat is de jong kind, neem ik aan. Hopen we, hopen we. Mag ik? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Mooi schilderij. Ja, 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 maar is het echt? Ja, ho, ho, wacht even, wacht even. Zo op het eerste gezicht zou ik zeggen... Het linnen is in ieder geval uit de vorige eeuw. Neemt u rustig uw tijd. Neemt u rustig uw tijd. Hè? Frankrijk. Geschilderd na 1860. Ja, dat klopt. Dat staat erop. 77. Ja. En in 1860 is hij vergoed naar Frankrijk vertrokken. De eerste keer is hij naar Parijs gegaan. Dat was in 1840 of 43, dacht ik. Met een toelage van koning Willem II. Ja, maar André, wat denk je? Is die echt? Als het vals is, is het heel knap vervalst. Waar komt het precies vandaan? Van een patiënt. Oh, ja. En waar heeft die patiënt het vandaan? Uit een inboedel of van een veiling? Is het een verzamelaar? Nou, geen idee, hè, Hans? Nee, het is een hele aardige man. Hij kwam er opeens mee aandragen in een oud papiertje en zei... dat is voor u eigenlijk niks meer en niks minder. Hele aardige man. Tja. Nou ja, voor zover ik het kan beoordelen... heeft Wiepje het heel erg goed gezien. Mijn complimenten, Wiep. Oh, tante Wie, het is er een, man. Het is er een. Ja. Nee. Oh, dit is... Maar dat kan helemaal niet. Oh, jawel, als André het zegt, dan kan je het rustig van hem aannemen. Ja, nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, dat kunnen we niet aannemen. Geen sprake van. Wat vindt u nou? Ja, ik zou me geweten, denk ik, sussen met de gedachte... dat die man toch wel zal weten wat hij geeft. Ja, precies. Misschien houdt die man wel helemaal niet van jongkind. Doe nou, Hans, maak dan niet zulke flauwe grappen. Oh, het wordt hier zenuwachtig van. Oh, Wiep, ik wou dat je je man trouw had. Het draagt nog niet zo door, Liede. Je doet net alsof ik dat schilderij van die arme man heb afgetroggeld. Ach, wel nee. Nou, ik blijf erbij, hoor. Ik vind dat we terug moeten geven. Zo'n cadeau mag je niet aannemen. Punt uit. Oh, heerlijk. Zo'n opluchting. Ik ben zo blij dat we het terugbrengen. Hé, wacht nou even. Ik heb gezegd dat we gaan praten. Ik heb helemaal niet gezegd dat we gaan teruggeven. Oh, nou, maar ik wel. Een cadeau van een miljoen. Nou, dat mogen we gewoon niet aanleggen. Hé, wacht nou even. Laten we het nou voorzichtig aanpakken. Ja? Wie? Hans Landsberg. Oh, dokter Landsberg. Wat een eer. Ja. Komt u boven. Komt boven. Komt u binnen. Wij wilden graag even met u praten. Ja. Over het schilderij. Over de jongkind. Ach jee, ik begrijp het al. U vindt het niet mooi. Oh, jawel. U houdt niet van jongkind. Oh, jawel, prachtig. Maar het is geen enkel punt, mevrouw. U kunt het toch ten alle tijde ruilen. Kijkt u eens aan. Een Renoir bijvoorbeeld. Renoir? Daar ben ik bijzonder aan gehecht, ikzelf. Maar als u hem hebben wil, is hij van u. Maar... Of een Van Gogh. Houdt u misschien meer van Van Gogh? Van Gogh, nee. Of een Rembrandt. Hoe komt u aan die prachtige schilderij? Dat is een hobby van mijn dokter. Ja. Bent u verzamelaar? Nee, ik ben schilder. Kopiist. Maak dit allemaal zelf. Dus, ze zijn vals? Nee, ze zijn niet vals. Ze zijn niet echt. Godzijdank. Ik vond hem zo prachtig. Ik was als de dood dat hij echt zou zijn. Want dan hadden we hem terug moeten geven.